deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer make-up testen. Woehoe. Ik heb gisteren een PR-pakketje gehad van de HEMA. Dat is dit pakketje. Ze hebben nou een nieuwe collectie. Ze hebben een soort van festivalcollectie. Niet soort van... Het is een beetje een festivalcollectie. Dat is ook het hele punt. Het zijn allemaal hele glitterige, achtige make-upjes voor een festival. Of gewoon voor de meiden die gewoon leuk willen zijn elke dag. Dus ik dacht, ik ga deze make-up testen. De collectie is niet heel groot. Het is ook niet genoeg voor een full face make-up. Ik ben net ook naar de HEMA geweest om wat extra make-upjes erbij te halen. Zodat ik toch nog wat meer make-up kan testen. Het is niet allemaal van die collectie. Ik heb gewoon wat nieuwe make-up van de HEMA gekocht. Ik heb ook een mascara gekocht die ik niet in PR had gehad. Maar die wel bij die collectie hoort. Dus op die manier heb ik nou hier twee zakken met zoveel mogelijk HEMA make-up. Zodat ik gewoon zoveel mogelijk kan testen. Ik heb mijn basis make-up al gedaan. Foundation, concealer, poeder en gecontourd, want daarvoor is niks nieuws. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Het is alsnog best wel veel, dus het is wel echt gewoon genoeg om er een leuke video van te kunnen maken. Vergeet vooral niet alvast te liken en te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van mijn twee video's in de week, elke woensdag en zondag om 1 uur. En dan gaan we snel beginnen. Ik heb het gevoel dat ik deze wenkbrauw dikker heb gemaakt dan deze. Oké, in het PR-pakketje zaten ook een aantal dingen die ik sowieso al niet ga gebruiken, maar ik wil ze wel even laten zien, zodat je weet wat er in die collectie zit. Ze hebben ook hele leuke nieuwe nagellak. Je hebt hier een hele lichte blauwe met allemaal glitters erdoorheen. En een paarse met van die soort van sterretjes en zo erdoorheen. Het ziet er heel leuk uit. Ik heb altijd acrylnagels, dus ik gebruik geen nagellak. Dus deze gaat in de kast voor de winactie. Ook heb ik heel apart, maar ik heb twee wenkbrauwpotloodjes. Maar het zijn metallic wenkbrauwpotloodjes. Waarom zou je een metallic kleur willen hebben in je wenkbrauwen? I don't know, maar ik ga het niet gebruiken. Dus ook deze gaat in de winactie. Dan begin ik even met eerst iets voor de lippen. Ik heb hier deze HEMA Lip Shaker lipolie. Dus een olie voor de lippen. Deze lipolie is 5 euro. Je had hem in twee varianten. Ik heb hem in de kleur, smaak of geur 61 Candy Cotton. Ik doe altijd een lipolietje of een lipbalmpje op mijn lippen voordat ik begin met de make-up. Zodat mijn lippen een beetje gehydrateerd worden. Ik vind de verpakking wel echt heel cute. Hij is heel klein. Er staat lip shaker op. Moet ik hem dan schudden of zo? Er staat op lippenolie hoge glans. Ik ga hem gewoon schudden. Ik weet niet of dat moet, maar goed. Oeh, hij ruikt heel lekker. Nou, high shine is hij niet echt hoor. Het is ook niet fijn dat dit stukje, hij is super kort. Dus je komt bijna met dit zo tegen je lip aan. Dat is niet echt heel fijn. En de applicator pakt niet veel product mee. Dus ik moet best wel vaak terug in het potje. Oh mijn god, dit is zo niet fijn met aanbrengen. Nee, ik vind hem niet zo. Oké, dan de ogen. Even een klein dingetje. Ik wil een leuke festival ooglook maken. Dus een beetje heftig, kleurrijk, metallic, glitters. Ik heb hier een aantal metallic liquid oogschaduwen van de collectie. Ik heb leuke glitters. Maar ik heb geen oogschaduwpaletje. Toen ik naar de HEMA ging, ze hebben niet echt heel veel opties qua oogschaduw. En al helemaal geen oogschaduwpaletjes met wat fellere kleuren of wat dan ook. Leuk voor een festival look. Dus ik ga mijn basis oogschaduw maken met een ander paletje van een ander merk. Ik heb hier dit paletje van Juvia's Place. Dit is de Festival Palette bij Juvia's Place. Dus ideaal voor deze look. En dit zijn hele leuke mooie heftige kleurtjes. Dus ik ga deze gebruiken als basis. En dan ga ik een liquid oogschaduw en glitter gebruiken die wel bij de HEMA collectie zitten. En ik gebruik natuurlijk mijn eigen kwasten van Sarah Marie Cosmetics. Dus als je mijn kwasten wilt, ga naar sarahmariecosmetics.com. Shameless plug. Ik ga wel even van lens veranderen, zodat we kunnen inzoomen op mijn ogen. Ik pak eerst deze oranje peachy kleur. Dit is een matte kleur en deze kleur heet Manwoo. Manwoo. Ja, ik denk dat je het zo uitspreekt. Ik heb mijn ogen al gepruimd met concealer en afgepoederd. En met deze grote fluffy kwast ga ik deze kleur erin blenden. Ik ga vandaag voor een halve cut crease en een beetje smoky zo naar buiten toe. Ik heb dit paletje ook nog nooit gebruikt. Dus ik zit nog wel in het thema van nieuwe make-up gebruiken. Dit paletje is by the way te koop bij smukcosmetics.com. Als je kortingscode Sarah gebruikt, heb je ook een beetje korting. Ik verdien daar niks aan. Het is puur voor jullie. Alles staat in de beschrijving onder deze video. Dan pak ik deze felrode kleur. Die heet Ovala. En deze ga ik dan ook hier aanbrengen. Ik gebruik nog steeds dezelfde grote fluffy kwast. En ik breng het gewoon heel zachtjes aan. Gewoon heel zachtjes blenden. Niet te hard drukken, anders krijg je harde lijnen. Dan pak ik deze felroze matte kleur. Die heet Irigi. Nou gebruik ik een iets kleinere fluffy kwast. En ik ga hiermee er ook overheen. Maar ik blijf heel erg laag. Ik ga niet te hoog. En ik maak weer gewoon van die ronde bewegingen. En ik blend het heel rustig in.
Ik breng deze kleur ook aan op mijn ooglid in de buitenste hoek. Dan ga ik de cut crease maken met mijn HEMA concealer van de B-collectie. Deze concealer is trouwens supergoed. En ik heb hem in de kleur, even kijken, dit is de No More Spots concealer in de kleur 02 Neutral. En ik maak de cut crease met deze platte synthetische kwast, ook van mijn kwastenset. Dan pak ik deze donkerrode kleur in het paletje, is ook mat en deze heet Izava. En met een platte fluffy kwast ga ik die hier aanbrengen in de buitenste hoek. Om het allemaal iets donkerder te maken en dan een beetje inblenden met de cut crease. Ik doe ook even mijn cut crease een beetje afpoederen met poeder. Dan heb ik van de nieuwe collectie van de HEMA deze Whoop It Up Liquid Eyeshadow in een mooie blauwe kleur. Er staat geen kleurnaam op, maar wel het getal 04, dus ik denk dat dat gewoon de kleur is, nummer 4. Ik heb hem ook in een andere kleur, deze beetje meer rozige paarse kleur. Staat hier dan een ander getal op? Ja, hier staat nummer 5 op. Dus dit is nummer 5 en dit is nummer 4. Ik ga de blauwe gebruiken. En dit is dan de applicator, gewoon een beetje als een gloss of zo. Ik ga het niet gelijk zo aanbrengen op mijn oog, ik ga een kwastje gebruiken. En dan breng ik het aan hier in het begin van mijn oog. Oké, mensen, ik ga het wel gelijk op mijn oog aanbrengen. Ik denk dat dat iets beter is. Ja, kijk, nou komt er wat meer kleur vanaf. Door de kwast ging de kleur een beetje weg of zo. Ik moet zeggen, ik vind het niet heel fel. Ik had het iets meer fel verwacht of zo. Ik had iets meer impact verwacht. Kijk, als je zo een drupje aanbrengt, is het heel blauw. Maar ja, je moet het wel uitsmeren en dan smeert het een beetje weg. Ik ga proberen gewoon in te drukken, zodat ik misschien de kleur een beetje goed behoud. Ik laat hier in het midden een stukje huid over, want daar ga ik een andere kleur doen. Ik pak weer even deze donkere rode matte kleur uit het paletje. En die ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Ik breng het niet helemaal naar binnen, want daarbinnen wil ik die blauwe kleur doen. En dan pak ik een beetje van die blauwe liquid oogschaduw en die breng ik ook hier aan. Oké, en dan heb ik hier deze HEMA Face Glosses. Deze heet de Razzle Dazzle Magic Face Gloss. Deze zijn ook nieuw in hele mooie kleurtjes. Dit is dus een soort van gloss voor op je gezicht. Om een mooie glans aan te brengen voor een festival look of zo. I don't know exactly. Maar ik wil deze gouden kleur gaan aanbrengen hier in het midden van mijn oog. En zien wat er gebeurt. Er staat op gezichtsgloss, maar het zal dan toch ook wel op je ogen kunnen. I hope, I think. Dat is wat ik hoop. Er staat verder ook geen kleurnummer of zo op. Je kunt gewoon de kleuren zien aan de verpakking. Ik breng een beetje aan zo op mijn hand. En dan pak ik weer mijn mini kwast. En dan ga ik dit zo aanbrengen hier in het midden. Kijk, dit is het effect wat ik ook verwachtte van die blauwe. Ik vind die blauwe wel echt heel mooi. Echt, don't get me wrong. Ik verwachtte gewoon iets meer metallic glans of zo. En dat heeft deze in het goud wel echt. Super mooi. Ik weet niet hoe dit nou allemaal mooi in elkaar gaat inblenden, maar dat zien we zo meteen wel. Ja, echt heel mooi allemaal dit. Ik vind de blauwe ook gewoon mooi. Ja. Dan ook nieuw deze Shine Bright Like a Diamond glitter set met 3 kleuren glitter en een glitterlijn. I love glitters, dus ik ben hier heel blij mee. Ik ga ook de lijm even proberen, zien of die echt werkt. Even openmaken. Dit is dan de glitterlijm, of ja, de glitterprimer staat erop. En dan heb je hier een hele mooie gouden kleur. Hier een iets meer bronzy gouden kleur, iets donkerder. En een beetje een paarsige roze kleur. Ik ga de lichtere gouden kleur gebruiken. Ik ga die aanbrengen op de gouden kleur die al hier op mijn oog zit. Dan breng ik eerst een beetje van die glitterprimer aan. En dan breng ik gewoon zo de glitters aan. Je kunt ook zien dat de blauwe kleur hier aan het creasen is. Dat is niet zo mooi. Wauw, de glitters zijn echt heel mooi. I really, really like it. De glitterprimer werkt ook gewoon, dus ze blijven gewoon goed plakken. Dan heb ik hier ook nieuw de Shooting Star Mascara. Deze is 9 euro, die heb ik nog erbij gekocht. Wow, hij is echt groot. Kijk even deze borstel, jongens. Super lang. Oh my god. Ik denk dat ik dit wel fijn vind. Oh my god. Ik vind de mascara echt wel fijn en ik ben pas net begonnen. Jongens, ik heb wel echt bijna geen wimpers, dus je kunt niet echt heel veel zien. Wat is dit? Een fijne mascara. Je kunt ook lekker snel werken, omdat die zo lang is. I like it. Mensen, die blauwe liquid oogschaduw is ook hieronder aan het creasen. Als nep wimpers ga ik deze wimpers gebruiken van de Makeup Bar in de stijl The City. En dan kom ik zo terug. Dan pak ik nog deze witte, ijzige, glanzende kleur. Die heet Uli. Dit zijn allemaal zulke aparte namen. En deze wil ik aanbrengen hier in mijn binnenste ooghoek.
Nou, dan is mijn alledaagse oogschaduw af. Ik heb ook een nieuwe bronzer gekocht. Deze hoort gewoon bij de normale HEMA collectie. Dit is de HEMA Face & Body Bronzing Poeder. Deze is super groot. Kijk even mijn hand. Hij is ook voor het lichaam. Dat sprak mij wel aan. Niet dat ik echt mijn hele lichaam zou gaan bronzen, maar toch sprak het me aan. Omdat hij zo groot is of zo. Er was ook maar één kleur. Nummer 1. Ik weet niet of er meerdere kleuren zijn, maar in dat filiaal waren er maar 1. Ik was bij de HEMA in Waalwijk. Het is wel een beetje een koele kleur. Het is niet een hele warme bronzer. Ik hou altijd iets meer van warme bronzers. Maar hij is lekker groot, dus je kunt er zo lekker in. Vind ik altijd zo'n lekker gevoel. Ik weet niet waarom. En hij is gewoon mat. Oké, ik zie niet echt heel veel. Ik denk dat hij... Ik weet niet. Ik denk dat deze bronzer meer geschikt zou zijn als een contourkleur of zo. Hij is gewoon iets te grijs of zo. Ik weet niet. Ik vind hem niet zo mooi. Het lijkt ook alsof hij een beetje glans afgeeft. Kijk hier. Ik weet niet, ligt het nou aan mij of zie ik een glans? Terwijl hierin is hij gewoon mat. Nee, ik denk dat dat gewoon aan mij ligt. Voor blush heb ik de HEMA Satin Blush. Deze is niet nieuw. Deze had ik al in de kleur 09 Vampy Smoke. Ik heb geen nieuwe blush gepakt. Ik weet niet waarom. Gewoon niet bij stilgestaan of zo. Dit is wel echt een hele mooie blush. Ik vind deze echt top. Oké, voor highlighter heb ik 2 dingen waar ik allebei niet heel enthousiast over ben. Maar ik hoop dat ze beter gaan zijn dan dat ik nou in mijn hoofd heb. Ik heb deze Get Down Mix & Match Glowers. Dit zijn cream highlighters of zo. Ja, highlight palet in cream. En ik heb de HEMA Highlight Poeder. Deze ziet er ook niet echt heel glanzend uit of zo. Dus over allebei ben ik niet heel enthousiast. Ik ga eerst even beginnen met deze. Je hebt dus goud, je hebt lichtroze en 2 wittige. Wat is dan het verschil tussen de 2 witte? Ik heb ze hier op mijn hand gedaan. De bovenste is meer een beetje goudachtig wit. En de onderste is meer rozig wit. Nou, dit zijn al alle kleuren. Hier is de roze en daaronder de gouden. Er zit geen enkele kleur bij waarvan ik denk, ja, dat is wel mijn kleur of zo. Ik denk dat ik gewoon ga voor deze. De beetje wittige met een lichte gouden shift of zo. Breng ik gewoon aan hier bij mijn jukbeenderen. Nou, er is wel veel glow, maar hij is een beetje chunky. Dat vind ik een beetje minder. Maar op zich is hij mooier dan ik dacht. Kijk, daarom moet je ook gewoon je mond houden voordat je begint aan iets. Je moet het eerst opdoen en dan pas je mond openen. Ik ga aan de andere kant deze poeder doen, zodat ik die ook kan zien. Ik ga er even met mijn hand gewoon zo doorheen. Het is net krijt. Oh my god. Oh my god, hij is echt super poederig. Waar is dan de glow? Ik heb hier 1 woord over te zeggen. Dat is nee. Ik ga me gewoon zo een beetje eraf vegen of zo. Dan pak ik weer deze. En die ga ik ook hier aanbrengen. Ook een beetje hier bij mijn voorhoofd. Oké, er zat ook iets bij voor de lippen. Ik ga wel zeggen, ik ga dit echt gewoon puur opdoen. Alleen voor jullie, zodat alle mensen die dit soort lipsticks mooi vinden, toch kunnen zien hoe het eruit ziet. Maar ik heb echt een hekel aan dit soort lipsticks. Kunnen we het al raden wat voor lipstick het is? Ik heb hier de Mind Blowing Metallic Lip Cream. Oh mijn god, ik heb zo'n hekel aan metallic. Maar ik ga hem toch opdoen om gewoon te laten zien hoe die eruit ziet. Ik heb hem in de kleur 48, dus een beetje goud. Nou, dit is het dan. Hij is sowieso iets te licht voor mijn huidskleur. Ik denk dat dit iets beter zou zijn als je wat lichter bent dan ik. In principe vind ik hem wel fijn. Hij is heel lichtgewicht. Hij voelt niet zwaar aan op mijn lippen. Hij bracht fijn aan. Hij is goed gepigmenteerd. Ik vind hem heel fijn. Alleen ik hou gewoon niet van metallic. Dus als ze deze formule kunnen uitbrengen in gewoon een matte lipstick of zo. Oh, echt top. Want ik vind hem wel fijn. Dus als je van metallic houdt, raad ik hem zeker wel aan. Maar ik ga hem er wel afhalen nou. Ik ga even deze matte liquid lipstick opdoen van Nabla. In de kleur After Rain. Stukken beter mijn lippen zo. Ik doe even een beetje Essence Fixing Spray. Dit is de Essence You Better Work Fixing Spray. En als je denkt dat ik nu klaar ben, nee. We moeten er een echte festival look van maken. Ik heb ook nieuw bij de nieuwe HEMA collectie deze 2 eyeliners. Dit zijn de Wing Ding Metallic Eyeliners in een paarse kleur. Deze is een beetje paars en deze is meer bronzy. En ik ga hiermee stippen aanbrengen boven mijn wenkbrauwen, allebei de kleuren. Ik heb ze even allebei geswatcht op mijn handen. Het is dus echt paars en echt een beetje bronzybruin. En dan doe ik de paarse kleur ertussen.
En dan zijn we nog niet klaar. Dan heb ik deze All Eyes On You Face Gems die ik ook ga opdoen. Ze zijn een beetje paars, roze, blauwe kleuren. Matcht ook met mijn ogen en de make-up. Dus daar heb ik ook allemaal rekening mee gehouden. Dit soort kant-en-klare gems zijn altijd super makkelijk om aan te brengen. Want je haalt ze gewoon hier af en plakt ze op. In plaats van dat je allemaal losse steentjes en dingetjes allemaal één voor één moet opdoen. Is wel vaak heel mooi, want dan kun je een beetje ervan maken wat je wil. En dan is het iets meer gepersonaliseerd. Maar ja, dat kost gewoon meer tijd. En als je dat niet wil doen, zijn dit soort dingen altijd heel handig. Oeh, hij plakt ook gewoon goed. Daar ben ik wel blij mee. I like it. Dit is echt, echt, echt festival. En nou is de look af. Met dit soort looks is het ook altijd mooi om zo je haren zo naar achteren te doen. Dus zodat dit zo mooier opvalt. Ja, wacht. Ik ga dat doen. Oh, ik heb zoveel haar. Ik moet altijd echt like honderd van dit soort dingen in doen om het vast te houden. Kijk, ik vind het wel cute zo. Nou mensen, wat vinden we van deze betaalbare, over het algemeen betaalbare festival look? Ik was al van plan om een festival look te maken voor dit jaar. Dus deze PR pakket kwam echt handig uit. Ik vind het echt heel leuk. Je kunt het gewoon makkelijk doen, snel doen. De producten zijn mooi. Ik ga nog even snel door alle HEMA producten heen. Oké, wat vond ik echt top en raad ik zeker aan. Ondanks dat ik geen fan ben van metallic lipsticks, vind ik hem wel goed. Dus als je ervan houdt. Raad ik hem aan. De face glosses, super mooi. Ze geven echt een hele mooie glow. De liquid oogschaduw, ik ga toch gewoon zeggen dat ik hem niet aanraad. Puur omdat het al gewoon gelijk niet die pop gaf. Dat heftige effect wat ik wilde. Ondanks dat vond ik het toch wel mooi. Het is wel een mooie kleur. Maar toen ik ook nog eens zag dat het helemaal geen crease. Kan het ook hier zien. Ja, je wilt gewoon niet dat het gelijk gaat creasen op je oog. Dus deze zijn voor mij een no. Het glitterpakketje is echt top. Raad ik ook gewoon zeker aan. Deze highlight poeder. Echt een faal. De glitter eyeliners vind ik ook mooi. Al vind ik ze niet echt heel metallic. Ik vind ze meer mat. Maar dat vind ik persoonlijk ook mooi. Deze, ja, ik vind het op zich best mooi. Kijk, de glow is op zich best mooi. Hij is wel een heel klein beetje chunky. Met vooral een festival look is dat wel mooi. Dus op zich kwam het wel goed uit voor de look. Maar ja, ik vind hem op zich best mooi. De mascara is echt top, top, top. Raad ik zeker aan. Ik vind hem echt heel erg mooi. En de bronzer vind ik niet echt een bronzer. Ik vind het meer een contourkleur. Het is ook voor het lichaam. Maar ik ga ervan uit dat de meeste mensen een mooie, warme, bronzy huiskleur willen. En dat gaat deze niet doen voor je. De lipolie vind ik ook niet zo. Omdat die gewoon niet fijn is in gebruik. Je kunt hem niet snel aanbrengen. Nee. Overal vind ik het een best leuke collectie. Vooral deze gems vind ik echt super handig en makkelijk om aan te brengen. Ik vind dat de look echt heel mooi is geworden en ik ben er echt heel blij mee. Mensen, laat ook vooral weten wat jullie vinden van de look en van de HEMA producten. En wat je gewoon vond van de video. Laat gewoon iets leuks achter in de comments. Ik lees altijd alles. Vergeet vooral ook niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn gezicht klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!